Dag wielliefhebbers, we zijn weer klaar voor een nieuw wielerjaar. De pedalen zijn ingeklikt, we kunnen weer van start gaan. En dat doen we traditiegewijs ook weer met de Sportza wielermanager. Dus ik heb weer een mini-competitie gemaakt, wiel aan wiel. En dan gaan we weer ons hoofd breken over welke renners we wel of niet in onze ploeg gaan zetten. Het is ook deze keer een prijs te winnen. Dat hebben we al regelmatig gedaan. Maar van onze vorige video met de Sharp-ondernemer, Sharp CC, kan je dus 2 aero-kousen winnen. Wat moet je daarvoor doen? Abonneren op ons kanaal, Wiel aan Wiel. Volgen Sharp op Instagram en dan ook onze mini-competitie natuurlijk winnen. Dan kan jij zomaar eventjes 2 aero-kousen winnen. Dus we hebben hier de witte en ook de zwarte. Heb ik hier gewoon klaar liggen voor de winnaar van onze mini-competitie. Dus ter waarde van 50 euro kan je zomaar even aero-kousen winnen, mocht je de dingen doen die we hier vragen. Maar vandaag zijn we er natuurlijk wel voor een beetje uitleg te geven over wie dat wij in ons ploeg hebben staan, of wie dat ik in mijn ploeg heb staan. En dan gaan we er meteen even in vliegen. Team van 2024, zoals tot nu toe er staat, is zoals hier al ingevuld. Ik heb 4 man van Visma Lease Bike genomen. Dus misschien niet onverwacht. Ik denk dat er heel veel mensen wel van Visma Lease Bike wel renners gaan nemen. Want ik verwacht ook wel dat ze heel dominant gaan zijn weer. Toch zeker weer al het openingsweekend. En daar zijn toch wel keus maken. Dus ik heb de 4 voor Van Aert, Jorgensen, Tratnik en Hagenis gekozen. Van Aert verwacht ik in het openingsweekend zeer goed te zijn. Mee wil doen voor de overwinning. Dus ik denk ook wel, hij staat gewoon nog altijd een streepje voor dan eender wie bij zijn ploeg, denk ik. Ook al dat Laporte misschien vaak in de ploegleiding toch wel er dicht bij aanlaat. Maar die heb ik niet genomen. Ik vind het ook heel moeilijk om keuze te maken wel, bij die ploeg. Want ik heb nu Jorgensen en Tratnik genomen. Daar stond eerst Benoten, maar nu dat hij gevallen was in de wedstrijd, de voorbereidingskoers, had hij wel last daarvan. Dus daarmee dat ik hem nu niet heb genomen, omdat hij rijdt wel heel veel, maar als je zo al direct valt in het begin van het seizoen, dat is nooit goed. En hij had wel last, dus ik denk niet dat hij zijn absolute topvorm er al gaat zijn in de omloop. Maar ja, daarna gaat hij wel wat punten nemen, maar ik wil al direct goed van start gaan. En met Tratnik, iemand die aan vorm is, is wel een beetje overhyped. Overhyped, dat is een slecht woord. Hij presteert supergoed, maar iedereen spreekt er nu over. Dus ik denk dat hij ook al veel genomen gaat worden. Maar ik vind dat jammer als we dat renderen, want hij is ondertussen 33 jaar, nu pas echt ter ontplooiing komt. Als je kijkt wat hij in het verleden heeft gedaan, we weten dat hij een supercoureur was, maar dat hij nu echt pas prijzen begint te rijden, dat is jammer voor zo'n renner, want hij had dat eerder kunnen doen. Maar bij Visma Lease Bike of vorig jaar in Bovisma hebben ze dat wel goed gezien om die aan te werven. En dan Jorgensen, toch nog een klein beetje uitleg geven, want die was vorig jaar al heel goed in het voorjaar. E3-prijs Harelbeke, de grote 3, sprinten naar de zege en de vierde wordt Jorgensen. Dus dat zegt al heel veel. Ook in de Ronde van Vlaanderen was ze achter het groepje. Was met het groepje van Van Aert, zat hij daar te strijden voor een derde plaats. Dus die kan er gewoon echt heel veel aan. En ik denk dat hij minder genomen gaat worden dan bijvoorbeeld een Benoot, Tratnik ook een Laporte. Dan spreek ik nog niet eens over Van Baarle. Maar ik verwacht Jorgensen wel echt een hele sterk voorjaar rijden. En dan ook nog Per Strandhagenis. Ook weer zo'n jongen dat super sterk is. Heel jong nog. Je merkt wel aan mijn bus dat ik wel wat jongere renners daar heb. Maar ik verwacht zo af en toe eens een uitschieters van die mannen. Ook nog jong, De Lee. Ja, wel de kopman nu bij Lotto Destiny. Dus wat ga je kunnen doen? Ga je met de truck vooral kunnen omgaan? Want zeker nu dat Vermeers oud is met een dijbeenbreuk, vind ik toch wel De Lee heel veel druk op zijn schouders. Maar ik vind het toch zo goed dat je hem erbij moet hebben. Dan een duo van Little Trek heb ik genomen, met Pedersen en Stuiven. Ik heb lang getwijfeld wel over Stuiven, maar ik vond dat hij nu al een heel goede in Algerve was. Onvallend, maar wel gewoon heel goed bergoprijdend. En dat is vaak een goed teken. En Pedersen spreekt voor zich een beetje. Kan wel echt heel veel aan, is zo dynamisch. En
is ook ja, sprinter, alles kan er eigenlijk. Dat, is, ja, dat zijn mannen die je graag in de ploeg neemt, die heel dynamisch zijn. Pidcock, heb ik ook genomen. Vorig jaar eigenlijk al een heel goed voorjaar ook gereden. Strade Bianche gewinst. En dit jaar weer ook goed van start gaan, weinig cross gereden. Dus ik verwacht ook wel dat hij een goed voorjaar gaat rijden. En rijdt een beetje van alles en nog wat. Dus daarmee dat ik toch weer voor Pidcock ga. Mohoric heb ik ook genomen deze keer. Ook een heel dynamisch renner. Een aanvalslustige renner. Pakt heel veel risico's. En wil altijd de koers maken. Dus ik denk dat hij er ook vaak kan bij zijn in de finales. En dan iemand dat ik eigenlijk... Met Alpes in de Koning heb ik daar ook drie man. Alpes in de Koning was ik nu Soudal Quickstep. Heb ik daar ook drie man. En de eerste die dat op mijn lijst had, dat was Asgreen. Eigenlijk niet die eerste op mijn lijst had, maar die ik hier nu als eerste zie. Want Asgreen vind ik wel een gevaarlijke om te nemen, omdat toch ook geen koers gereden. Vorig jaar was oké, okay, hij stond er in de Ronde van Vlaanderen, maar daarvoor was het nog niet. Dat had ook wel zijn redenen. Maar ik vind wel dat Soudal Quickstep wel goed gebudgeteerd is nu. Ja, jongens zoals Alaphilippe, die zijn geen 10 miljoen meer, heb ik ook wel over zijn twijfel. Ook 6 miljoen nog maar. En dat lijkt me ook wel een goede koop te zijn. Dus, maar ik verwacht toch nog ietsje meer van Asgreen, omdat hij nooit niet echt een heel zware dip heeft gekend. En ja, hij gaat er wel echt alleen kopman zijn. Zeker ook nu al het openingsweekend met de omloop en zo. Dus daar verwacht ze wel iets van, denk ik. Dan de andere jongens van Soudal Quickstep. Met William Junior Le Cerf. Is een heel jong talent ook weer. Maar zo'n koers zoals Brabantse Pijl stond hij erop. En ja, ik denk dat hij daar wel ook zijn eigen kans een beetje mag gaan. En hij rijdt al heel goed tussen de profs, dus waarom niet? Beetje hetzelfde verhaal voor Luke Lamperty. Ook ja, Amerikaan is hij. Ik weet niet waarom, maar Amerikaan doet wel stilaan zeer goed in het wielrennen, hoor. Je moet dan maar eens kijken naar de Amerikanen. Die rijden goed met... Ja, Jorgensen staat ook in mijn ploeg, ook Amerikaan. McNulty rijdt goed. Je hebt er nog wel een paar, Quinn Simmons en zo meer. Dus die komen wel terug wat meer op. En Lamperty is al heel goed begonnen dit seizoen. Dan verder gaan, Pitjol heb ik ook genomen. Dat is ook wel een soort dark horse. Ik denk dat er niet veel mensen die in zijn ploeg gaan nemen. Maar was al goed begonnen aan het seizoen. En vond ik vorig jaar ook een zeer goed WK rijden. Aanvalslustige renner. En ja, ik verwacht er wel iets van af en toe in finales te komen. Ook Germain gekozen. Ook weer iemand die vorig jaar niet goed was. Moeten we gewoon eerlijk in zijn. Was stond er gewoon niet vorig jaar tegenover twee jaar geleden dat hij... super was en de Gent-Wevelgem won, was de hype nu een beetje gaan liggen. Maar ik denk wel dat hij met zijn ploeg Intermarché Wanty goed omringd is en dat hij dit jaar terug wel een beter voorjaar gaat rijden. Heeft ook alles in principe. Hè. Kan onderweg volgen. Met de hulpeltjes kan hij aan van de Vlaamse Ardennen. En dan die sprint. Dus heeft veel troeven. En ik denk dat ze dat bij Intermarché goed genoeg beseffen dat ze hem wel moeten beschermen. Dan Jasper Philipsen gekozen. Ja, ik had hem eerst niet overgekeken, zal ik maar zeggen. En toen dacht ik van, ja, ik moet Philipsen in mijn ploeg krijgen. Hè, want ja, hoe dat die vorig jaar reed, daar kun je gewoon niet naast. Dat was zo indrukwekkend. Ook gewoon wanneer hij het niet verwacht. Ik vond bijvoorbeeld ook heel sterk in de pannen daar, dat hij gewoon zelf eigenlijk voor de aanval koos. En... ja, een De Maar uit het wielrijd. Gewoon andere heel goede profrenders daar gewoon uit het wielrijd. En echt geen bang hebben voor de aanval. Dus ga er wel voor, Parijs-Roubaix. Ja, dat was nog meer indrukwekkender dan we ooit hadden gezien. En ja, is dit jaar ook alleen daar de man. Ja, natuurlijk samen met Van der Poel. Van der Poel heb ik hier niet in mijn ploeg staan. Dat kun je ook zien. En dat is misschien een verrassing. Maar we weten nog niet wat hij gaat rijden. Hij gaat waarschijnlijk pas starten in de programma's dat er voor de Sportza wielermanager zijn in Milan-San Remo. Dus ik ga hem tegen dan wel erin transferen. Maar dat is toch wel al een paar ritten verder dan in het spel. Dus daarmee dat ik hem nog niet heb gekozen. Maar Philipsen is voor nu ja, echt een man die ik... ja, die volgens mij ook gaat winnen weer. Dus... Lekker zou ik zeggen. Naast Philips heb je daar ook met de belofte wereldkampioen Axel Laurens. Ja, had heel goede dingen zien. 3 miljoen ook. Ik denk, ja, voor die prijzen, de bank, de bus.
ja, moet je zo'n beetje voor de jeugdige talentjes gaan. En dan is Laurence daar zeker wel eentje van te nemen. Dan ook nog iemand, de Belgen wat meer, Dries de Poter. Heel fijne kerel, een paar keer in de podcast meegesproken. Groot talent eigenlijk ook wel. En kan ook van alles aan. Dus ik verwacht wel van hem dat hij af en toe eens in de finale kan komen. Niet altijd, maar af en toe dat we hem zien. En dat hij misschien wel een paar puntjes kan pakken. Dan ook Milan Fredin gekozen. Van Sport Vlaanderen nu naar Cofidis. Krijgt daar een vrije rol. Ik heb al gezien dat hij kan zelf zijn kans gaan in de massasprint. Dus voor een hogere koersen of dat soort eendagswedstrijden zie ik hem ook wel eens op punten nemen. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor de man van Unibet Tour de Tietema, Martijn Budding. Ook zo iemand, ja, ik weet niet hoe was ze juist allemaal gaan rijden, maar ik verwacht wel dat ze een hogere koersen en dat zo'n soort wedstrijden wel aan de start mogen staan. En dat hij dan voor de sprints mag gaan en ook wat punten kan opleveren. Als laatste heb ik ook nog Pogacar in mijn ploeg staan natuurlijk. Strade Bianche is een klofje naar zijn hand en vorig jaar kon hij daar niet deelnemen. En ik verwacht dat hij daar dit jaar wel eigenlijk top 3 minstens. En om eerlijk te zijn, gewoon winnen. Dus Pogacar, ja, moet je ook wel in de ploeg hebben, denk ik. Dus dat was het al. Heel veel succes met jullie ploeg. Het is praise dat je een goede ploeg bij elkaar hebt. En er komen nog wel wat nieuwe video's aan, maar daarvoor moeten jullie natuurlijk ook wel, vind ik leuk, abonneren. Ik heb een paar mensen die naar mij hebben gestuurd, die naar ons hebben gestuurd, van hey, wanneer komt er een nieuwe video aan? En dat was wel fijn, dus ik dacht van, ze gaan zeker nog verder gaan met de podcast. En dus blijf positief feedback geven en dan gaan we eventueel een video maken over nog andere wielermanagers. Of nog wat podcasten in de toekomst, of favorieten kiezen. We gaan wel zien, maar er komt zeker wat content aan. En bedankt voor het kijken. Heel veel succes. Vergeet jullie niet in te schrijven in onze mini-competitie. De link staat hieronder. En dan zie ik jullie graag een volgende keer. Tot dan. Ciao.